Beste mensen, het is woensdag en dat betekent een nieuw buitengewoon persoon met in deze aflevering Anne Bras. En Anne is fanatiek gameverzamelaar en is eigenaar van meer dan 1000 PC-games in hun originele doos. Hij heeft hiermee de grootste gameverzameling van dit type spellen ter wereld en heeft sinds 2019 officieel zijn plekje veroverd in het Guinness World Record. De meeste spellen zijn te bezichtigen in het Games & Computer Museum in Zwolle, maar sommige staan er gewoon in zijn zelfgemaakte mancave in Zaandam. Vandaag ontmoeten wij Anne in Haarlem, waar we de persoon ontmoeten die de grootste donatie aan zijn collectie ooit heeft gedaan. Dat zo, maar nu eerst... Anne, jij hebt een super lijpe tas. Dankjewel, ja. Mag ik hem eens zien? Ja, natuurlijk. Wie wil er nou niet zo'n tas? Dat is toch super lijp? Ja, dat is super gaaf. Het speelt animated gifs, kun je erop afspelen. Okay. En deze heb ik zelf geanimeerd. Okay. Kan ik ook een buitengewoon animatie erop zetten? Dat is mogelijk, ja, als je dat zou willen. Ja, okay. Zeker. Iets om over na te denken. Maar jij staat in het Guinness World Record 2019 vanwege je gameverzameling. Hoe is dat zo ontstaan? Nostalgie. Ik speelde vroeger heel veel games. En op een gegeven moment kwam ik op een Koninginnedag toen nog zo'n spel tegen. Dat was Day of the Tentacle. En toen zag ik ineens de originele doos. En we hebben dat dan wel gespeeld, of zo'n kopietje. Maar nog nooit had ik de originele doos gezien. En eigenlijk, ja, dat was zo'n prachtige art staat erop. Ja. Maar goed, wij gaan zo meteen langs bij Wim van Tricht. Want hij heeft jou eigenlijk ingeleid in het verzamelen. Ben je een beetje nerveus? Het is een lange tijd geleden dat ik hem gezien heb. Ik heb gewoon zin om hem weer te zien. Het is tof dat hij nog steeds in die winkel zit. En ik hoop gewoon dat het goed met hem gaat. Ik heb er zin in. Wim van Tricht en Anne Bras gaan heel ver terug. Wim, zijn winkel bestaat al sinds 1990. En wij gaan eerst even kennis maken met Wim. Dag, Wim. Hoi, goedemiddag. Ja, welkom. Ja. Ik zet even niet uit, want het gaat alleen maar over geld. Maar daar komen we niet voor hier. We komen hier voor de spelletjes. Top. Dat klopt. Ja. Want u heeft een gameshop en u bestaat al hartstikke lang. Kunt u wat meer vertellen over de gameshop, hoe het is ontstaan en waarom u dit eigenlijk doet? Ja, dat is eigenlijk een beetje een gek verhaal eigenlijk. Want ik ben natuurlijk van oorsprong eigenlijk gewoon troubleshooter. Dat wil zeggen, ik had een bedrijfje in het verhuren van televisies, video's. Versterkers en noem maar op allemaal, was niet zo groot, maar was wel heel lucratief. En ik had een vriend en die had weer een vriend en die had een gamewinkeltje in Amsterdam. En die man had echt wel verstand van dingen, maar hij kon niet zo goed met geld omgaan. En dat betekende op een gegeven moment dat de gemeente kreeg een jaar huur van hem. Mm-hmm. En die kon hij niet meteen betalen. Mm-hmm. En toen was de gemeente zo aardig om dan maar de spullen in beslag te nemen. Okay. En die waren gezellig opgeslagen. Okay. En toen kwam die vriend van mij, die kwam bij mij om hulp. Die zegt, Wim, wil jij dat niet even kopen en dan bewaar jij dat en dan lost hij dat af. Mm-hmm. Nou, ik was zo gek om dat te doen. En op een gegeven moment dacht ik na een maand of vier, ja, we zien nog niks. Dus ik zei tegen die vriend van mij van, joh, hoe zit dat nou? Hij zegt, ja, wat moeten we nou? Ik zeg, ja, maar het is wel mijn geld. Hij zegt, dan weet je wat, we gaan het samen verkopen. Hij zegt, en dan krijg je je geld dubbel en dwars terug. Ik zeg, ja, dat moet ik wel zien. En toen ontstond de gameshop. Maar eigenlijk bent u dus gewoon heel hard genaaid door een oude vriend. En is zo uw leven... Nee, dat mag ik niet zeggen, want hij heeft me goed geholpen. Nee, hij is niet... Ja, er is iets goeds uitgekomen. Maar u heeft ook hartstikke veel positiefs teruggedaan. En wij hebben een verrassing voor u. Dus als u eventjes meeloopt met ons. Want een tijdje terug heeft u een gift gedaan. En die persoon aan wie u de gift heeft gedaan, dat heeft hartstikke veel voor die persoon betekend. En die persoon die komt nu binnengelopen. Ik zie hem nog niet. Nee, ik ook niet. Oh, daar. Daar is hij. Oh ja, het bekende gezicht. Anne, wie is dit? Jeetje, man. Zo, ik zou je normaal een hand geven, maar je moet het even zo, hè? Ja. Anne, wat is het zeg maar voor jou wat dat dan betekent? Ja, het was gewoon heel bijzonder. Nou, sowieso vind ik het heel tof dat dit soort winkeltjes nog bestaan. Want dat is natuurlijk ook iets wat... die verdwijnen langzamerhand steeds meer. En ja, Wim dan, is er gewoon nog steeds. Ja, maar dat komt ook niet omdat die mensen doodgaan. De enige die daarvoor in aanmerking komt, ben ik eigenlijk wel. Kijk, het was zo, hij is een begin geweest. En toen heeft hij wat gekocht. 1 of 2 keer. En toen had ik het met iemand over die hier ook werkte en zo. En toen zei ik, joh... die dingen raken we alleen maar aan die Duitsers kwijt als die dan in de zomer en Arnhem hebben een museum. Dan kunnen we misschien beter gewoon de volgende keer zeggen, neem maar het hele zootje mee. En hebben wij weer ruimte voor andere dingen. En zo is het ook uitgekomen eigenlijk. We hoeven toch niet overal geld te verdienen. Je kunt ook inderdaad het gewoon leuk vinden. Misschien is het dan mooi om te eindigen waar we zijn begonnen, bij een spel. Heb jij misschien nog een spel voor Anne? Ja, absoluut. En ik heb er nog wel meer ook. Dus... Dan moeten we maar eens even in dat hoekje kijken daar.
Bij deze, cadeautje voor het bezoek. Wauw, wat mooi. Super gaaf. Ja. Ja. Dan hebben we toch een klein stukje herhaald in het verhaal. Heeft u voor mij ook een spel? Ja, maar ik ben niet zo gek dat ik alles weggeef natuurlijk. Oh, okay. Dus dan moet je wel voor betalen. Oh. Anne, we zijn aanbeland bij het verhalend object. En we staan nu even te schuilen voor de regen in de winkel van Ellie. Wat een leuke winkel met allemaal objecten. Dankjewel Ellie dat we hier even mogen staan. Graag gedaan, leuk. Anne, het verhalend object. Ik ben benieuwd, wat heb jij voor mij? Ik heb deze disketten. Lekker retro. Lekker hetero? Retro. Ja. Dit spel is Mini Prince. En dat is een spel wat ik zelf gemaakt heb. Ik weet niet hoe ik het in mijn computer ga krijgen, maar ik ga het in ieder geval een keer proberen. En ik geef het door aan de volgende deelnemer. En wat ik voor jou heb, is de aansteker van Jenske. Heb ik deze voor jou? Een aansteker. Rook je? Als een ketter. Rook je? Nee. Nee. Dat is wel een probleem. Ellie, jij ook bedankt, hè? Ja, Anne, leuk dat je er was. Woe! En succes. Ja, top. Nee. Oh, sorry. Ja, beste mensen, dat was buitengewoon weer voor deze keer. En wat ik vandaag heb geleerd, het gaat niet altijd over geld.